Het georefereren begint door op de knop te drukken Fix the location of a map. Vervolgens gaan we kijken of de historische kaart en de moderne kaart ongeveer overeenkomen. Hier ziet u rechts de historische kaart die overduidelijk is van Afrika en die we gaan georefereren aan het beeld van de huidige Afrika. Nu is het mogelijk om aan de rechterzijde de historische kaart te draaien. Dat doet u door op deze knop te drukken. Dat is in dit geval dus niet noodzakelijk. Daarnaast kunt u hier inzoomen of uitzoomen. En dat geldt ook voor het andere scherm. Inzoomen, uitzoomen. U kunt ook scrollen. Nu, de moderne kaart is ook een functie om te zoeken. Dat is het vergrootglasje hier. Als je daarop drukt, dan kunt u daar een plaats in toetsen. En dan wordt u daarna verplaatst. Kaartbeeld daarna. En er is ook mogelijkheid daarnaast om een andere achtergrondkaart te nemen. Bijvoorbeeld een satellietbeeld. Wat in sommige gevallen beter werkt om te georefereren, om punten te vinden. Want dat is wat we nu gaan doen. We gaan beginnen met het eigenlijke proces van georefereren. Het vinden van overeenkomstige punten tussen de twee kaarten. Nu, hoewel het binnenland van Afrika nog niet goed gekarteerd was, waren de kusten in de tijd van deze kaart al wel redelijk vastgelegd. Laten we beginnen met 3 controlepunten op de kust van Afrika. Te beginnen met de Straat van Gibraltar. We zoomen in op de moderne kaart. En dat doen we ook op de historische kaart. Hier in het noorden bij Spanje. En daar ligt het punt. Laten we dit punt nemen. En met de linkerknop op de muis verschijnt het punt op deze kaart en op die andere kaart. En dan is het punt toegevoegd. Zie hier het eerste punt. Wat is toegevoegd? We zoomen even uit en we gaan nu het tweede punt zetten. Op het puntje van Somalië. Ook een herkenbaar punt van Afrika. En dan gaan we daar het tweede punt zetten. Zo. Zo. Dat moet dan ongeveer hier zijn. Zetten we hier op het linkermuisknop. Linkermuisknop hier. En het tweede punt is gezet. Ik wil hier op patent maken dat u kunt klikken altijd weer op het punt. En dan verschijnt weer het vergrootglas. Daarmee kunt u het punt nog verschuiven om het preciezer te plaatsen. Door rechts ingedrukt te houden en te slepen. Of u kunt het punt door op het kruisje te klikken hieronder al geheel verwijderen. Dat doen we nu niet. We gaan voor het derde punt. En daarvoor gaan we naar Kaap de Goede Hoop, het zuiden van Afrika. En daar gaan we onze derde punt plaatsen. En dat zo. Oké. Ja, dit moet dan die baai zijn. Daar. Hier is de baai. Hier is Cape Town. Oké, dan moet het hier zijn. Linker. Op het moment dat er 3 punten geplaatst zijn, is eigenlijk de eerste stap gezet en wordt ook de overlay-modus mogelijk. Nu zagen we de kaart steeds naast elkaar, side by side, maar met de overlay-knop is al het eerste resultaat van ons georefereren zichtbaar. En hier, aan de hand van de 3 punten, is de historische kaart op de huidige topografie gelegd. Met behulp van de schuif hier rechtsboven is het mogelijk om de transparantie aan te passen en te vergroten en te verkleinen. Als we vervolgens in de overlay-modus het resultaat nader gaan bekijken, zien we dat op punten de georeferentie nog veel verbeterd kan worden. Dus het toevoegen van punten is altijd goed. Bijvoorbeeld hier. Deze punt. Dat is Dakar, de hoofdstad van Senegal. En te zien is dat de huidige kaart en de historische kaart nog een stuk uit elkaar liggen. Dus we klikken in de overlay-modus op deze punt en dan verplaatsen we die daar naartoe. En dan is een nieuw punt toegevoegd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Nijldelta. Hier rechtsboven. Hier is die op de moderne kaart. Als we hem zetten hier, is die daar nog helemaal niet goed gepositioneerd. Dus we klikken hierop. We verplaatsen hem naar waar die moet liggen. En opnieuw is de kaart verbeterd. Ik heb intussen nog een aantal extra punten gezet en ik ben tevreden met het resultaat. Ik kan van de overlay-modus nu ook gaan in de coordinates-modus, waarin staat aangegeven alle coördinaten van de gezette punten. Wat ook zichtbaar is, is de afwijking van de punten. Dus een aantal punten zijn in rood aangegeven, dat wil zeggen dat hier de afwijking groter is dan op andere plekken. Dit wil niet per se zeggen dat je het niet goed gedaan heeft. Dit is vooral een indicatie
waar de kaart niet geometrisch nauwkeurig is. De laatste stap bestaat eruit om de niet noodzakelijk voor het beeld aanwezige kaartranden er vanaf te knippen. En dat doen we in de clipfunctie. In de clipfunctie verschijnt een blauw kader rondom de kaart. En de punten die kunnen worden verschoven zodat het beeld kan worden verkleind. De punten functioneren in hetzelfde zoals de ankerpunten. Waarbij ze kunnen worden versleept om het precies te plaatsen en kunnen verwijderd door op het kruisje te drukken. Een nieuw punt wordt geplaatst door met de linkermuisknik op een lijn te drukken. U heeft nu alle stappen doorlopen en bent klaar met de georeferentie. U kunt in View nu bekijken hoe het eruit ziet. De overlay en compare modus biedt nog aanvullende mogelijkheden om je kaart te bekijken. En in this map zijn nou ook de GIS-bestanden hier zichtbaar geworden. In deze korte video heb ik getracht de belangrijkste functies van GeoReferencer duidelijk te maken, zodanig dat u er zelf mee aan de slag kunt.